richting het 100 meter keerpunt is de voorsprong voor de heren tussen de gele lijnen. Tim Hogewerk en Lars de Vervaller. Net een voordeel van Hogewerk, 52-97 is zijn keertijd en die van Halle, 53-08. Kijken we naar de tijd van Thomas van Wanrooy, 55-66. Nee, heeft hij een mooie tussentijd neer. Een tijd die namelijk sneller is dan zijn eigen Nederlands voor S13. Van Wanrooy dus ook kijken naar het Europese record, 201-57 is die tijd. Het wereldrecord S13 is 1.55.96 en die komt dan ook voor hem binnen handbereik. De eerste aantrek hier voor Tim Hogewerf in 1.48.53. Van Wanrooy dan in baan 7 ook naar de muur toe. Hij tikt aan in een tijd van 1.58.04. En dat is een nieuw Europees record S13. Voor 43 punten voor Van Wanrooy en deze serie is officieel. We gaan verder met serie 4.